kijkers, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. In deze aflevering van Focus zullen wij terugblikken naar de 48ste viering van de staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek van Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi heeft ter gelegenheid van 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid een toespraak gehouden op het presidentieel paleis. Volgens het staatshoofd vraagt 48 jaar onafhankelijkheid om bezinning, reflectie, bemoediging, gefundeerde planningen, waardevolle verbindingen en vereenzelviging. President Santokhi noemt Suriname een jonge natie die blijft groeien en werken aan ontwikkeling. Hij is van oordeel dat natievorming een continu proces is en dat alle actoren in de samenleving hierin een eminente rol vervullen. Wij brengen u terug naar de viering van deze dag. Ik heb heel veel meegemaakt, want ja, ik ben Surinamer. Het is goed, laat me zeggen goed. We hadden onze ups, we hadden onze downs, maar het is desalniettemin goed gegaan, laten we zeggen. We zijn er een beetje levend vanaf gekomen. Dus we hopen de komende jaren het beter te hebben. Het is ons land, we houden van ons land, het blijft ons land. Begrijp je, niemand gaat ons komen helpen. En ik ga vanuit, ik denk altijd vooruit, maar niet in het verleden. En nu is het aan het Surinaamse volk en ook aan onze leiders om er naartoe te werken, om te bundelen bij elkaar en weer één natie. Het verbroederingspolitiek die er vroeger was, dat voel ik nu dat het iets minder is. En daar heb ik belief dat het toch weer zal komen. En daarom is zo'n dag heel belangrijk voor verbinding met elkaar. We moeten meer gaan leren houden van ons land. Ik denk dat als we meer houden van onszelf en van ons land, dat het automatisch beter zal gaan in Suriname. Voor mij, we kunnen beter. We kunnen beter, we hebben echt hardwerkende Surinamers nodig die het echt wel menen met het land. En ook het land echt opbouwen. We hebben echt alle Surinamers nodig. En we moeten echt onze handen uit de mouw steken om ons land werkelijk te brengen waar wij trachten en waar wij wensen ons land te willen hebben. Niet wanneer het slecht gaat in het land dat we vertrekken, maar dat we juist ons handen bij elkaar brengen en het land helpen opbouwen en vechten tegen corruptie vooral. Freedom to the people. That is what it means to me. Freedom. Yeah. I think the celebration is so beautiful, but I'm just asking where are the people, because I'm just still in the army. But I mean, Independence Day to us, it means a lot to us. We go out in our numbers to go and celebrate because it's the day we all had freedom, and the freedom was fought by our ancestors, right? So this is the day that I believe that every citizen needs to come out and celebrate. We're trots op Suriname.
en op ons, want vooruitgang begint eigenlijk bij het weten dat je zelfstandig bent en dat je daarnaast ook je moet het zelf doen, laat me het zo zeggen. En daarvoor moet je dus independent zijn. Nou, ik denk dat niemand helemaal onafhankelijk is, geen enkel land, want we zijn afhankelijk van elkaar. We zijn samen dus op één aardbol, dus je moet wel samenwerken. En daarnaast is het ook een keuze om te kijken van hoe ver laat je het gaan en op welk gebied zal je tot een bepaald moment afhankelijk zijn of onafhankelijk. Goeiedag meneer, 48 jaar residentie. Wat betekent deze dag voor u? Nou, het is voor mij natuurlijk een mijlpaal wat we hebben bereikt. Er zijn natuurlijk veel bepaalde dingen die niet goed zijn gegaan in het land, maar ik heb hoop dat het beter kan. Ja? Ja. Okay. Dus ik ben een beetje komen genieten. De sfeer ziet er goed uit, dus ik ben blij. We moeten gewoon samen bundelen, dat komt zeker goed. Leuke mensen, net mooi weer, niet te warm. Ja. En lekker ijsje genieten. Heerlijk. Ja, hartstikke leuk hier, geweldig. Om hier te zijn na 43 jaar. Zijn jullie op vakantie geweest? Ja, vakantie. Ja, hartstikke leuk. Hebben jullie misschien een boodschap voor Suriname, 48 jaar residentie? Vooral door blijven gaan, het land opbouwen, de jongeren de kans te geven om het land weer op te bouwen. Dat is mijn boodschap. Dank u wel. Nee, dat is mijn boodschap ook. Ja. De mensen zijn heel erg leuk en aardig tegen iedereen. Dat is jullie kracht. En toerisme zou hier geweldig kunnen zijn. Want iedereen wil naar Suriname op vakantie uit Nederland. Want jullie zijn gewoon super hier al. We zijn trots op Suriname. Die we eigen kunnen bepalen. Eigen productie. Eigen vooruitgang. En samen kunnen werken van de Suriname. Voor de vooruitbrengen van de Suriname people. One nation. One volk. Dit is belangrijke eenheid. Kunnen samen kunnen vormen. Als ze niet kunnen doen. We kunnen een beetje moeilijk. Maar ik denk dat Suriname kan vooruitkomen. En een groot land van de Suriname worden. Dat is een Henkie zin. Sana Sabini. Alvast wil ik beginnen om de totale Surinaamse samenleving te feliciteren met de Dag van de Republiek, 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De dag is verlopen zoals we dat gepland hebben. Het was een beetje uitgebreider met wat meer opfleurigheden, zoals een muziekcombo erbij. Maar vanwege de nationale rouw die er heerst in Suriname, de ramp die zich heeft voltrokken in het binnenland, hebben we het teruggebracht tot een beetje sober vieren. Waardoor we hier bijvoorbeeld nu op dit moment ook niet de combo hebben. Waarbij we ook het diner zo'n beetje hebben teruggebracht naar een sobere lunchbakje. Mijn residentieboodschap naar de samenleving toe is dat we dus ons allemaal eigenlijk toespitsen op een nationale verbroedering, een nationale eenheid. En dat wij dus moeten beseffen dat wij als Surinamers het alleen gaan kunnen maken wanneer we onderling samen de handen aan de ploeg slaan. Het betekent heel veel voor mij. Het was 48 jaar terug. Ik was toen nog vrij jong. Ik was toen nog een kind. En dat ik hier vandaag mag staan om mijn land te dienen. En bij deze roep ik ook alle Surinamers op. Doe je best. Probeer je land zo goed als mogelijk te dienen. Er is nog zoveel wat we samen kunnen doen. Het is een belangrijk moment voor ons allemaal. Ik kan aangeven dat we 48 jaar lang bezig zijn met de ontwikkeling van dit land op eigen kracht. Maar we hebben veel kansen gemist. Dus we moeten nu eruit leren om de komende 48 jaren alle kansen die we gaan krijgen maximaal te benutten. Ja? Laten we deze eerste 48 gebruiken als een leertraject om ervaring op te doen. Maar we moeten diezelfde fouten in die afgelopen 48 jaren niet gaan herhalen. Anders gaan we niet zijn waar we willen zijn. Ja? Want als het in andere landen is gelukt, moet het ook kunnen lukken bij ons. Ja? Maar verenigde kracht, in eenheid werken, respect voor elkaar, zorgen dat we gefocust blijven
En dat we de ontwikkeling van het land serieus ten hand gaan nemen. 25 november 1975 is het fundament voor Suriname gelegd. Vandaag, 48 jaar geleden, onze Surinaamse vlag met ons eigen volkslied kreeg wederom een bijzondere betekenis. Eén die heden ten dagen zorgt voor de nationale verbinding van Surinamers hier, maar ook Surinamers over zee in onze diaspora. Onze vlag vertegenwoordigt ons volk en is een dagelijkse herinnering voor Oppo Oekondre, voor Oppo Sranang. Laten we dit vasthouden en samen blijven werken aan de verbetering van ons land. Laten we met z'n allen vooruitkijken, dromen van een mooie toekomst en dat realiseren en tegelijkertijd dat vertalen in aspiraties en ambities. Laten we niet terugkijken en elkaar afbreken. En indien wij toch terug willen kijken, laten we de wijze lessen trekken uit onze geschiedenis en die gebruiken voor het ontwikkelen van een betere toekomst voor onze kinderen en kindskinderen. Laten we opbouwend bezig zijn, elkaar ondersteunend en elkaar stimulerend. Laten we niet negatief zijn, maar positief blijven en constructief bezig zijn. Laten we vreedzaam en in harmonie werken naar een gezonde economie die ons allen ten goede komt. De vernieuwing en verandering die wij als volk zo graag willen voor ons Suriname, voor ons mooie Suriname, zal tot stand komen als u als burger ook uw bijdrage hiertoe levert. God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Organiseren we een mini-infobeurs in het district Koroni. En de bedoeling van de mini-infobeurs is eigenlijk om de ondernemer in Koroni te stimuleren. Dus een push te geven om te ondernemen. Het is heel prima geweest, erg druk. En vanmorgen hebben we de scholen ook de minibus uitgenodigd en het was prima gegaan.
We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.